kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en het wordt een beetje een gekke week. Want ik ga trouwens wel even rijden. Want deze week hebben we feestweek in Almeide. Dus dat is echt super leuk. Ik heb net trouwens gewerkt. En ik moet nu voorbereidingen gaan treffen voor de feestweek. Want voor degene die niet weet wat het is. Het is eigenlijk gewoon ongeveer anderhalve week feest in het dorp waar mijn vriend woont. Dat is heel gezellig en leuk. En het is dus gisteravond al begonnen. Ik ben gisteravond niet geweest. Er staat dan een hele grote tent in het dorp waar dan elke avond een feest is. Dus daar ga ik vanavond heen. En morgen hebben we dan optocht. En dan gaan we met 75. Tussen de 70 en 75 karren gaan we met een optocht door verschillende dorpen eromheen. Super leuk. Ik ben echt heel erg benieuwd. We hebben dus de afgelopen weken heel erg geklust aan een kar. En die is af. Die hebben we gisteravond afgemaakt. Dus dat is helemaal goed en compleet. Dus ik ben echt benieuwd. Ik ga eventjes, want we moeten morgen zelf ons eten meenemen op de kar. Want het duurt dus een hele dag. Om 9:30 begint het. En om 5:00 hopen we weer aan te komen in Almeide. Nu denk ik dat het wel uitloopt. Dus het zal wel 6:00 worden. Dus een lange dag. Zelf ons lunch meenemen. Dus dat moet ik even halen. Ik ga een pasta salade maken. Ik denk, ik ga geen brood eten. Ik vind dat zo smerig om mee te nemen. Dus ik ga denk lekker pasta salade maken. En dus dat ga ik allemaal even halen. En verder moet ik vanmiddag nog mijn outfit maken voor morgen. Oh, dat wordt echt. Want we hebben dus het thema jungle op onze kar. Dus Britt en ik gaan als Katy Perry van die videoclip Roar. Althans, haar outfit doen we aan. Maar dat moeten we dus nog in elkaar zien te flansen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En of het wel lukt. Als het niet lukt, hebben we een probleem. Dus ik ga eventjes verder. En ik zie jullie straks weer. Oké, ik ben thuis. Ik heb even gedoucht. Dit is geen handig proef. Oké, dit moet mee naar Britzo. Althans, naar Westen. Daar zitten onze spullen in. Maar ik wil eigenlijk een unboxing met jullie doen. Ik ga even spullen pakken. Unboxing. Ik heb wat besteld bij de Bijenkorf. Ik heb Die Up besteld. Nieuwe Urks natuurlijk. Hè? Deze. En bij mij thuis zei iedereen, zijn het pantoffels? Nee, dat zijn, volgens mij officieel misschien wel trouwens. Ik hoop trouwens dat ze pas. Maar, het is dus helemaal in om deze te dragen met gewoon dikke, lange sokken erin over een broek. Dit zou ook wel kunnen. Maar 39 zat krap en deze zitten een beetje ruim. Dus deze. En dan moet ik er dus eigenlijk hoge sokken in. Ga ik meer even doen. Ik wilde graag Ux, ik vind die dingen zo lekker. Ik ga even al mijn spullen klaar zetten. Ik zag dat ik wat appjes kreeg, dus ik moet even opschieten. Dus dat is het plan. Dus we gaan even de outfit voor morgen met de optocht maken. Dus ik ben benieuwd of het lukt. Nou, we zijn in het mooie Almeide. En wij zijn helemaal klaargemaakt, want we gaan even naar de opening kijken. Dat is, dat kan ik wel uitleggen, maar niemand weet dat. Dat is gewoon in Almeide bij de dijk. En Lisa die moet daar de feestweek openen. Dus dan gaan we eventjes kijken hoe zij dat doen. Ik ga er natuurlijk filmen voor jullie, dat is wel leuk. Dus we zijn een beetje zenuwachtig voor Lies, toch? Een beetje wel. A little bit zenuwachtig. En verder gaat het goed. En daarna gaan we lekker een drankje doen en dan naar de tent. Hey. Daarna mogen we lekker op de kar. Hey. En daarna mogen we lekker op de kar morgen. Maar daar denken we nog even niet aan. Daar gaan we nog even niet aan. Gaan we het raar staan? Ja, denk ik toch? Ja.
Wij zijn al een tijdje wakker. Het is heel vroeg, maar vandaag is de dag van de optocht en ik hoor al karren met muziek. Ik ga Marcia en Mike ophalen. Eten mee voor vanmiddag. Het is mistig. Ik ga even mijn haar vastdoen, denk ik, anders is het zo uitgezakt. Het is niet heel koud, gelukkig. Dus dit is mijn outfit trouwens. Heel gek. Oké, nou ja. Marcia en Mike komen er ook al aan. I just gave money on Optocht overleefd en nu KO op bed. Dat is zo'n lange dag. We hebben echt, nou ja, laatst stond ik op 7:30. En om 9:30 begint de optocht. Dus we stonden om 9:00 op die kar. En we waren vanavond om 7:00 thuis. Waarvan we, even denken hoor. 7:00. Ik denk dat we om 5:30... gestopt waren met rijden en dan gaan we zeg maar met al die wagens soort van op de losbal staan. Ja, dat is hier in Almeide, dus dat, ja, dat is hier een dorp, dus dat kan ik wel uitleggen, maar dat weet ik toch niet. En dan is het soort een afterparty met alle wagens, of nou niet alle wagens, daar word je voor geselecteerd bij elkaar. En dan is er een soort een afterparty gewoon met z'n allen nog. En wij mochten daarbij zijn met onze wagen. Ja, iedereen mag daar sowieso komen. Maar er worden maar een paar wagens daarvoor geselecteerd. En die mogen daar dan staan. Dus dat was de afterparty. Toen hebben we pizza's gegeten daar. En toen waren we om 7:00 thuis. Dus nu lekker gedoucht. Want ik zat helemaal onder de bier. En alles en nog wat. Haar helemaal in de kleed. Dus die heb ik lekker gewassen. Weer helemaal lekker schoon. Ja, dus wij gaan lekker een filmpje kijken. En die zien vanavond.
Goedemorgen, het is van, ik wou vrijdag zeggen, maar het is vandaag donderdag. En ik heb in plaats van vrijdag, dus vandaag gewerkt. Dus ik ben morgen lekker vrij. Vanavond gaan we, het is nog steeds feestweek. En vanavond gaan we met z'n allen naar de tent. En morgen ga ik ook en zaterdag ga ik ook. Althans, dat is wel het plan. Maar eerst ga ik even naar Vianen. We gaan even nog een beetje opruimen voor mijn feestje. Dat hebben we eigenlijk, ja, we hebben wel schoongemaakt, maar nog niet echt opgeruimd. Dus we gaan nog even opruimen. En dan moet ik zo meteen naar de kapper, want ik ga mijn haar knippen. Ik wilde eigenlijk iets meer dan alleen de puntjes van afhalen. En ik ga het weer verven, donkerder. Dus ik ben heel benieuwd. Maar dat is pas over een uurtje of drie. Nu even eerst snel opruimen en dan naar de kapper. En vanavond gaan we volgens mij eerst een drankje doen bij Naomi. En daarna... daarna gaan we naar de tent. En volgens mij komt hoe heet hij ook weer? Tony Junior. Die komt. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus ik ben benieuwd. En ik ben net lekker klaar met werken. Het is 11 uur. Dus dat is heerlijk om zo vroeg klaar te zijn. En dan ook lekker morgen vrij. Dus ja. Ik ga onderweg naar Vianen. En dan zie ik jullie straks weer. Ik heb me weer open. Gehaald. Ik liet het glazen wel gedrukt. Ik heb geen doek zeker. Nee. Even een lijstje op. We zijn al even bezig. Oh shit, nou is het al. Oké, ik had me net dus opgesneden aan glas. Maar het is verpakt. En ik ga zo naar huis. Ik moet natuurlijk zo naar de kapper. Dus ik ben heel benieuwd. Van deze voorste plukjes ga ik helemaal niks afhalen. Dat moet groeien, want ik word helemaal gek ervan. En ik ga gewoon een stuk korter. Heel eng. Oké, ik kan nu niet zien. Net bij de kapper geweest. Ja, ik ga het even in de auto laten zien, want ja, nu ben je het wel echt goed. Donker en korter. Oh, het is echt korter, jongens. Wel heel blij mee. Ik was dat lange echt een beetje zat. Ik hoop dat dit nu een beetje blijft zitten. Ik ga er zo nog even thuis wat droogshampoo in doen. En dan hoop ik dat het voor vanavond blijft zitten. Het is wel echt kort. Ik zei ook, het boeit me ook echt niet. Ik zei knip maar, korter, korter, korter. Dus ja, blij mee. En nu lekker to house. Ik heb me klaargemaakt. Ik zie er zo anders uit. Oké, dit heb ik aan. Ik zal het zo even goed laten zien in de spiegel. Wij gaan met een groepje eten bij de bistro. Dus dat is heel gezellig. En daarna gaan we een drankje doen bij Naomi. En dan naar de tent. Even wennen dit. Zo kun je wel goed zien. De spiegel is een beetje vies. Maar zo kun je wel goed zien hoe kort het nu is. Het is echt even wennen. Maar oké. Dit heb ik aan. Rokje, shirtje. Volgens mij allebei van Lovies. En de schoenen zijn van mijn moeder. Alleen ik heb zulke lange benen. Dus bij mij vallen ze best wel kort. Maar ja, goed. Het kan, het kan. Dus ik was opgehaald door Leo en dan gaan we lekker eten bij de bistro. Ja, maar van deze tafel, niet. Aan deze tafel, hè? Wij zitten gezellig bij Naomi. Wat vind ik? Ja, leuk. En nu vind ik haar echt leuk, jongens. Zo kort, maar goed. En ik heb alleen geslapen. We waren om, denk kwart over twee thuis. Dat was ik. Het was wel een leuke avond. Alleen, ja, ik kan zo niet uitslapen. Ik haat dat. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk voor jullie te filmen. Maar ja, ik kan niet tegen jullie praten in zo'n tent. Dat is gewoon onverstaanbaar. Dus
Ja, ik vind dat ik er echt heel raar uitzie. Ik zit op de bank, niks te doen. En ik ben moe, dus ik ga lekker chillen. Leon heeft een lekker broodje gemaakt. Dus, de soort van healthy. Oh, het ruikt wel heel lekker. Ik ben weer thuis, nog steeds in pyjama. En ik was even mijn kledingkast opruimen. En deze twee megastapels ga ik weer verkopen op Vinted. Denk volgende week dat ik het even op ga zetten, want ik vind het nu echt warm. Dat heb ik trouwens op mijn nieuwe UX. En ik denk dat ik ook mijn Isabel Marant ga verkopen. Want ja, ik loop er eigenlijk gewoon niet meer op. Ik vind de schoenen een beetje uitgemolken. Het is gewoon... Ja, het is het gewoon niet meer. Dus die ga ik denk ik ook verkopen, allebei. En ja, grote schoonmaak voordat de herfstgarderobe er weer in gaat. Ik heb natuurlijk van de week al best wel wat dingetjes gekocht. Heb ik dat laten zien? Denk ik niet. Ik heb best wel wat dingetjes gekocht bij de Zara van de week. Dus weer heel veel leuke nieuwe dingen voor de herfst. Maar goed, het is nu nog gewoon 30 graden. Dus echt mega warm. Het is echt niet normaal. En ik ben hier in de gang. Hebben wij nog een kast met kledingrekken. Het licht is heel kapot volgens mij. Oh nee. Het is een beetje een rommelkamertje hoor. Maar hier hangen nu twee kledingrekken. En hierachter ga ik dus al mijn birthday dresses hangen. Er hangen er nu al 3. En ik heb hier nog eentje. Die ga ik er, moet er ook nog bij. En ik denk dat ik misschien al mijn hemdjes, die liggen nu daarboven. Dat is echt niet normaal. Daarboven, die ga ik denk ik in deze lade doen. Oké, dan haal ik gewoon even zoiets leeg. En dan kan dat daarin. Dan rol ik het gewoon op. Ik denk dat dat wel een goede is. Nu ik het zo zie, wist ik niet dat ik zoveel hemdjes had. Oké, ik ga die kast even inruimen. En dan zal ik jullie zo het eindresultaat laten zien. Kijk, hij ligt nu hierachter. Het is niet helemaal gelukt hoe ik het wilde. Maar ik doe het voor nu even zo. Prima. En dit moet in de was. En dan... heb ik het warm, dus ik ga even beneden in de airco zitten. We zijn weer in de tent. Ik ben vergeten te roepen, maar jas komt. Het is weer heel warm. Zaterdag en het is vandaag de laatste avond van de feestweek. Ik ben echt, ja, gewoon kapot. Ik ben vandaag naar voetbal geweest en gewoon even met mijn vader gekeken. Die heeft een nieuw team. En ik heb redelijk geslapen vannacht, maar niet top. Vanavond is de laatste avond. Ik moet zeggen dat ik er niet echt zin in heb. Ik ben echt moe, dus ik ga even lekker op de bank liggen en nog even chillen. En moet om 8 uur bij Fabi zijn, dus ik ben van plan om 6:30. Ik weet niet hoe laat het nu is. Over een uur denk ik. Dan ben ik van plan om me te gaan klaarmaken. Kan niet meer, hè Boen? Ik ga mij klaarmaken voor vanavond. Het is dus echt al 2 dagen zo warm in die tent. Want het is natuurlijk gewoon buiten 30 graden. En in de tent is natuurlijk geen airco. Dus ik dacht ik ga even een staart in doen vandaag. Want anders het is echt niet te doen gewoon. Dus ik ga even een beetje mijn make-up eraf halen. En dan mijn haar doen, make-up. En dan... ja, ik ben moe, maar we gaan even Fabi een drankje doen en dan door naar de tent. Deze spiegel is ook heel vies. Maar ik heb dit aangetrokken.
Ik ga het sowieso heel warm hierin krijgen, maar goed. Mijn haar heb ik strak naar achter gedaan. Ik denk, dan heb ik dat in ieder geval niet in mijn nek hangen. En nu gaan we lekker een drankje doen bij Fabi. Het is vandaag zondag en ik leef nog. Ik heb echt mijn waren om. Ja, echt geen normale tijd thuis, maar 4:15. En dat is zo laat. Maar dat was wel een hele gezellige avond. En nu ben ik echt kapot. En ik ben blij dat Facebook op zit. Want echt, een dag langer zou ik echt gewoon niet trekken. Okay, ik ga even douchen. En want mijn haar is nog helemaal vies van gisteren. Dus even douchen. En dan gaan we vanavond lekker bij mijn opa en oma eten. Dus dat is lekker. En ik denk dat ik vanavond nog even een masker op ga doen. Want ik denk dat mijn huid is zo vet van al het drank. En echt heel vies. Ik ga de vlog afsluiten, want ik ga hem editen en online gooien. Ik ben een beetje laat. Maar wij hebben genoten van de feestweek. Ik moet wel echt even bijkomen, ik ben zo moe. Maar ja, het was heel erg leuk. Dus ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer bij een nieuwe vlog.